10 dagen lang was het oude Fnac-gebouw in de Veldstraat het decor voor de tijdelijke nachtclub Fubar. De club had een aanvraag ingediend bij de stad om tot 6 uur 's ochtends open te blijven. Maar dat liet de stad niet toe. De club moest om 4 uur sluiten. Een tegenvaller voor de uitbaters, want om 4 uur draait het nachtleven nog op volle toeren. Ja, dat is een heel belangrijk moment in het nachtleven, hè. Zowel voor de jongeren als voor ons, als voor iedereen. Dat is geen uur. Ik bedoel, en ik weet ook niet van waar dat plots komt, want we hebben elk jaar al tot 6 uur mogen open zijn en nu plots is daar een soort van sluitingsuur. Dit zijn beslissingen die niemand nog begrijpt en die haak staan gewoon op ondernemerschap. Bij het kabinet van bevoegd schepen Tine Heijsen zeggen ze dat de Vlaamse milieuregelgeving bepaalt dat een club tussen 3 en 4 uur moet sluiten. Er kan wel een uitzondering aangevraagd worden en dan beslist het lokaal bestuur. Maar de stad gaf niet toe en hield het bij 4 uur. Jouary vindt dit niet kunnen en trekt daarom naar de Raad van State. Wat hopen jullie te bereiken? Te bereiken dat de Raad van State duidelijk zegt dat ze hier verkeerd geweest zijn en dat ze dit niet zomaar kunnen opleggen. Dat is eigenlijk mijn hoofddoel. Want anders zitten we binnenkort met een wildgroei van sluitingsuren, openingstijden, waar niemand baat bij heeft en wat het ook al een nachtleven fnuikt. Om de buurt te sparen is er ook voor 4 uur gekozen, zegt de stad. Ze wilden de geluidsoverlast beperken, maar volgens Tim Jouary zorgt het vroegere sluitingsuur alleen maar voor meer overlast. Ja, en dan stuur je ook in één keer massaal mensen op straat, maar iedereen wordt er ambetant van. Hè. Dus iedereen loopt daar, beginnen luidkeels te zingen, te roepen, te tieren, in plaats van dat de ander open blijft tot 6 uur en een rustige uitstroom kunt hebben. En dat was dit jaar dus ook niet. En dat was eigenlijk gewoon een risico, randje van. Hebben jullie klachten ontvangen van buurtbewoners? Nul. Helemaal niet. En dat zijn we ook zo gewoon. Er waren geen klachten. We hebben ook een heel zwaar akoestisch onderzoek gedaan en heel veel geluidsisolatie geplaatst, zodat er buiten niks te horen was. Dus, en ook dat werd aangetoond, maar mocht niet blijken, mocht niet baten. Hoe denk je dat het volgend jaar zal verlopen? Volgend jaar is op zoek naar een nieuwe locatie. Dat zien we volgend jaar. Hè. En tot 4 uur of tot 6 uur? Het zal moeten tot 6 uur, ja.